We staan hier op een BMX-baan in Kampen. En we zijn in gesprek met Elwin en Gerlinda Remmers. Elwin, kun je jezelf eens introduceren? Nou, ik ben Elwin Remmers. Ik ben 18 jaar. Ik kom uit Hattem. En ik doe dit al bijna 14 jaar. Je bent al 14 jaar BMX'en. Ja, vroeger heette dat geloof ik fietscross, hè? Maar dat heet tegenwoordig BMX, hè? Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Alleen BMX komt makkelijker uit de mond, zeg maar. Ja, dat vertaald is het geloof ik een bicycle motocross. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wat voor prijzen heb je gewonnen de laatste jaren? Want je bent al 14 jaar bezig, zei je net. Noem eens wat. Afgelopen jaar ben ik Nederlandse kampioen van de NFF geworden. Bij de jaar 18+. Ik heb een TC gewonnen. Dat is een topcompetitie. Dat is vanuit Nederland een hele grote wedstrijd. En ik heb 2 internationale TC's finale gereden. Dat is dus waar de internationale top zich voor kan inschrijven. Okay. Ga ik even naar je zus. Gerlinda, introduceer jij eens. Ik ben Gerlinda Remmers. Ik ben 16 jaar en ik kom uit Hattem. En ik doe BMX al 13 jaar. En ik ben al 3 keer Nederlands kampioen NFF geworden. En Drents kampioen, Overijls kampioen. Yeah. En 2 keer TC kampioen. Hoe kom je nou beide als broer en zus bij BMX? Wie heeft jullie nou geïnspireerd? Nou, mijn vader die heeft het gedaan. Maar die is door medische omstandigheden moest je stoppen. En daardoor ben ik aan het BMX gekomen. Ik ben in Nunspeet begonnen. Nou, ik denk dat ik een jaar of 4 was. En een jaar later kwam Gerlinda. Die fietste al eerder als mij, op zijn 3e. En die is ook gelijk begonnen, zodat ze zijn nooit meer gestopt. We staan met de rug naar een hele mooie baan. Elwin, dit is denk ik een van de mooiste banen van Europa, heb je mij verteld. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben hier alles voor elkaar. We hebben een dubbele pro-sectie. Dat is een pro-sectie? Dat is voor de elite en junioren mannen. Dat zijn bulten waar je eigenlijk overheen moet springen. En ja, en we hebben een 9 meter startheuvel, 8 meter. Mm-hmm. En daar gaan de elite vrouwen, junior vrouwen en de mannen vanaf. Dus je start van die hele hoge heuvel die je dus achter ons ziet staan, start je af, bijna 8 meter. Ja. Dat betekent ook dat je dus een enorme snelheid moet maken. Ja je haalt ongeveer rond de 60 km per uur. Dat is je startsnelheid, begrijp ik? Ja, dat doe je in 2,3 seconden. Zo. En de totale duur over zo'n hele parcours? Ik denk tegen de 40 seconden aan, zoiets. Lengte wel ongeveer 350, 370 meter? Ja, bijna tegen de 400 meter. Elwin, mijn kleindochter zegt, jeetje, wij zijn dat kleine fietsjes. Er moeten de kindertjes op van 4 jaar, maar vertel eens waarom ze zo klein zijn. Nou, het is makkelijk voor op de baan. Je hebt niet een grote fiets onder je hangen. En het kan gelijk heel veel kracht kwijt. Want er gaat heel veel kracht door zo'n fiets heen. Dat komt vooral op de ketting en op het tandwiel achter. Voor de kennis onder onze kijkers, hoe groot is het verzet van deze fiets? Ik trap hier op 44-16. Dat is in verhouding 2,75 op kracht. Betekent dat je het nog een groter voorblad kunt laten monteren of niet? Dat zou in principe kunnen. Maar dan moet je bij de start zeg maar weer veel meer kracht. Dan word je breder en dan wordt dat weer ingewikkelder op de baan. Maar wat wij doen is zeg maar heel veel autosprints. Dat we aan de auto hangen. Autosprints zeg je? Ja, dan hangen we aan de auto en dan worden... Hoe bedoel je met hangen aan een auto? Ik snap het niet helemaal. We doen ons... Zijspiegel doen we dicht en dan doen we het raam open waar de bestuurder zit. Daar pakken we ons aan vast en dan worden we aangesleept tot 55 km per uur. En dan moeten we zorgen dat we de auto voorbij sprinten, dus dan gaan wij richting de 60 km per uur. Waar is het materiaal van gemaakt? Dit materiaal is gewoon titanium volgens mij. En daar praten we over een, ik denk dat dit een 24 inch fiets is? Dit is een 24 inch ja. Je hebt ook nog een 20 inch, dat noemen wij dan de cruisers. Hey, over een jaar of 4, daar hebben we de Olympische Spelen in Tokio. Kijken we dan naar dezelfde fiets? Ik denk niet dezelfde fiets, maar wel dezelfde rijder. Je hebt wel dezelfde rijder. Je hebt wel de ambities om naar Tokio te gaan. Ja, dat is wel mijn bedoeling. Okay. Dat betekent nog veel trainen hier, niet alleen in Kampen, maar je traint ook elders volgens mij, hè?
Ja, ik ga één keer in de week naar Papendal. Daar train ik mee met de selectie van Nederland. En dat is eigenlijk in principe hetzelfde baan als hier. Alleen ja, je hebt zeg maar andere concurrenten. Dus er komt echt een wereldtop is daar. Hey Gerlinda, wat zijn eigenlijk jouw ambities voor de komende jaren? Zien we net als jouw broer over een jaar of vier jou terug in Tokio, de Olympische Spelen? Ik hoop het wel. Wat zijn jouw ambities? Ja. Hey, ik heb ook gehoord dat je naar een speciale school gaat, of niet? Talentstop, Zwolle. En wat houdt dat nou precies in? Nou, daar kun je met een speciale sportstatus kun je vrijstelling krijgen van lessen. Gym, dat valt bij mij uit en daar kan ik huiswerk in maken. Hey, ga je net als je broer ook aan zo'n auto hangen? Ja. Ja? Wat voor snelheid haal jij al? 50 kilometer. 50 kilometer, ja. Zo. Hey, je hebt in je hand een hele mooie helm. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het is een helm die beschermt je hele hoofd. En het is een hele speciale helm, hè? Je hebt ook nog zo'n klep ervoor. Ja. Dat is meer voor de zon of zo? Nee, voor als je bijvoorbeeld op je gezicht valt, ja, dan raakt het eerste klep. Oké. Okay. Want dit is een hele mooie betonbaan, maar fiets je ook wel op andere banen dan? Ja. Op grindbanen of wat zijn dat voor banen? Grind, zand. Je hebt een heel goed jaar achter de rug, heb ik begrepen, Gerlinda. Want je bent niet in Nederland aan het fietsen geweest, maar ook zelfs in het buitenland met de WK, vertel eens. Ja, met het Europese kampioenschap ben ik 7e geworden. Zo. 7e, wat voor leeftijdsklasse? Ik wil 16. Je is 16? Ja. Elwin, hoe ziet jouw toekomst eruit voor volgend jaar bijvoorbeeld? Nou, vanaf volgend jaar zou ik mijn eerste Olympische punt kunnen halen. En dat zou op wereldbekers kunnen gebeuren. Wereldbekers, dat betekent dus dat je buiten Europa gaat rijden? Ja, de wereldbekers zijn volgend jaar hoogstwaarschijnlijk in Nederland, Engeland, Argentinië en twee keer Amerika. En als ik bij de beste vier van Nederland sta op de wereldranglijst, dan heb ik gewoon een ticket voor Olympische Spelen. Een vraagje, door wie wordt dat bekostigd? Nou, mijn ouders die bekostigen tot nu toe nog alles, voor allebei, voor mij en mijn zusje. Jullie zijn op zoek naar sponsoren, denk ik? Ja, dat is vanaf nu wel heel hard nodig, ja. Dus een sponsor is van harte welkom, denk ik? Ja, tuurlijk. Die zijn echt heel erg welkom. Okay.